is toch wel heel kinderachtig van het PSV om die John de Jong te hebben. Ah, en dan weet je wel... Alsof hij, godverdomme, alles beslist bij PSV. Ja, bovendien, Marcel Brands was het ermee eens en de commercieel directeur ook. En aangesteld volgens mij door Van der Wallen. Ja. Hij heeft eerst naar die Duitser moeten luisteren. Ja. En nu is Marcel Brands de baas. Als je nou als commissarissen van PSV vindt dat één, maar het allerliefste twee, allebei verkocht moeten worden, dan zeg je dat tegen hem. Ja. Zeg je, luister, er gaat er één verkocht worden, maar het liefst twee. Ja. Want in Engeland lopen ze op dit moment helemaal achter. Die zijn totaal van het pad af. Ja. Als voor die twee 100 miljoen geboden wordt, weg ermee. Nou, ja, Peter, hij heeft de sportieve toekomst van PSV in gevaar gebracht. Nee, maar dat is een beetje onzin. Ja. Want je hebt een totale directie die daarover gaat. En Marcel Brands is volgens mij op voorspraak van RVC gekomen. Het man. Ja. Ja. Wordt geslacht. Jawel, maar het is ook een hele zwakke beurt van Marcel Brands. Ja. En de man in de Raad van Commissarissen die over het voetbal gaat, Hans van Breukelen, hoor je ook niet. Ja, die zit ook maar ja. Marcel Brands, die staat toch boven John de Jong? Ja, natuurlijk. Dus die moet toch zeggen, John, er gaat één van die twee gaat eruit. Ja. En het allerliefste, voor heel veel geld, allebei. Ja. Ben je eruit? Hij zei, als Raad van Commissarissen hadden ze de keuze gegeven, één van de twee moet eruit. Ja, het liefst allebei. Ja, kiezen jullie maar er moet eentje uit. Hoe je het ook went of verkeerd, we krijgen dadelijk weer een crisis. De beurs zakt, alles kan gebeuren. In Engeland waren ze echt stapelgek deze zomer. Ja, bleven maar geld uitgeven. Ja, en moeten we maar afwachten of dat weer een keer gebeurt. Hè? Ja. Had ze lekker alle twee laten gaan, man. Ja, ja, maar wat was Klaas Dijkhoff zit er ook nog bij, hè, bij die Raad van Commissarissen. Maar ja, die zit er ook nog in. Ja. Dit vind ik zo kinderachtig om het op John de Jong, in John de Jong's schoentjes te schuiven. Ja, en Frank Arnezen gaat het zo kinderachtig. Ja. Die is vrij. Maar dat is denk ik wel eens, joh, weet je... Hoe komen die mensen daar allemaal bij dat soort dingen, weet je? Die mensen gaan nu beslissen dat mannetje eruit. Dat denk je, met Leeuw Kleine in Rotterdam. Ja, die gaat niet door, nee, hè? Maar dan denk ik, er zitten volwassen mensen met elkaar aan de tafel... en die zeggen, jongens, wie gaan we uitnodigen voor dat gebeuren... van wat we dadelijk de... nou ja, zegt er een, Leeuw Kleine. Ja. Dat denk ik bij mezelf. En er zitten gewoon volwassen mensen die zeggen, ja, gaan we doen. Doen. Ja, gaan we gewoon doen. Wat is er met die man gebeurd? Niks, toch? Nee, is niks mee gebeurd, man. Nee. Ja, maar kijk, als je hem dan uitnodigt... dan moet je ook niet je keutel intrekken. Ja, als het dan een beetje... Je kan hem toch niet uitnodigen? Nee, maar dan had je hem niet moeten uitnodigen. Ik vind het een beetje raar als je dan een beetje de mening van de bühne... en dan, oh nee, we doen hem toch als niet. Als je over John doet... Ik zat vandaag te lezen over die Jumbo-man, hè? Ja, die blijft vast. Ze twee jaar lang hebben ze onderzoek gepleegd naar die man, hè? Twee jaar lang. Die man... Dat is dus die is dus de lul dadelijk. Frits van Eert, ja. Dan doe je toch als Jumbo als eerste, zet je die man op non-actief? Als ze dat, ja. Volgens ja, hij is zelf de baas. Ja, maar dat maakt er niet uit. Hij zou toch ook wel een raad van commissarissen boven hem hebben? Ja, absoluut, ja. Dan zet je hem toch op non-actief. En dan zeg je, jongens, zolang dit loopt, hij even erbuiten. Ja. Want anders gaat je zaak... Ja, het is een familiebedrijf, hè? En de van Eert... Ja, maar die zaak is al beschadigd, René. Ja, maar dat is wel zo, Johan. Maar die man moet je toch op non-actief zetten? Ja, maar dat zal in overleg met hem moeten. En als hij in afzondering zit een paar dagen... want hij mag natuurlijk niet met andere mensen praten... dan is hij ook niet bereikbaar. Hè? Maar zaak beschadigd, dat begrijp ik niet helemaal. Want er zijn toch, je bedoelt technisch gezien? Of... Ja, nee, het is heel, heel slecht voor de naam Jumbo. Weet je wel, dat daar... Nou, dan blijft toch evenveel mensen boodschappen doen? Jawel, maar er zit toch een naar smaakje aan nu. Want het is toch een tikje crimineel als waar is wat ze vermoeden. Ja. Ja, maar hij moet zeker tot maandag nu blijven zitten, zoals het nu lijkt. Ja. Dus blijkbaar hebben ze dan genoeg aanleiding om hem nog een langer vast te houden. Nou ja, de field valt niet zomaar binnen natuurlijk. Nee, dat is wel gebleken ook.